Welkom bij een nieuwe aflevering van Chemia.nl. In deze aflevering gaan we kijken naar sterke en zwakke zuren en notaties van oplossingen daarvan. En dit is de VWO-versie. Om een verschil te kunnen maken tussen sterke en zwakke zuren gaan we twee zuren vergelijken. We nemen een liter oplossing en daar zit in opgelost 0,10 mol van het zuur waterstofchloride, HCl. En als je dat doet, dan krijg je een oplossing met een pH van 1,0. We gaan het vergelijken met een ander zuur, ook met een haartje, ook met een fluoratoom, namelijk HF. En we nemen evenveel mol in net zoveel liter oplossing en dan zien we een pH van 2,1. Nou weet je, een neutrale oplossing heeft een pH van 7 en zure oplossingen hebben een pH lager dan 7. En hoe lager de pH, hoe zuurder de oplossing. En we zien nu dus dat een oplossing van HCl zuurder is dan een oplossing van HF. Dat is een beetje raar. He, allebei zuur en evenveel opgelost en toch is de oplossing minder zuur. Nou, waarom dat zo is, ga ik je laten zien aan de hand van een tekening. We lossen wat van dat HCl op. Nou, zijn zuren zijn deeltjes die een H+-ion kunnen afgeven. Dat H+-ion dat geven ze af aan een watermolecuul. Dus we tekenen een watermolecuul bij en dan gaat het H'tje wordt afgegeven aan dat H2O-molecuul. En dan krijg je een H3O+-ion. En het Cl-ion blijft over. Nou, als we dat met een paar meer moleculen doen, dan zien we dat we allemaal H3O+-ionen en Cl-ionen krijgen. Nou, ik vul deze tekening met nog een paar extra moleculen, ionen, om een wat gevulder plaatje te krijgen. En hier zien we de oplosvergelijking van HCl in water. En wat er dus gebeurt, is dat het H+-je aan een watermolecuul gaat zitten, waardoor je H3O+ krijgt. Nou, waarom is dat dan bij HF minder zuur? Nou, daar gaan we naar kijken. De pH wordt bepaald door de concentratie van die H3O+-ionen. Hè, dus die we hier in deze oplossing zien. Dus nou gaan we dat doen met HF. Dus we nemen HF-molecuul, lossen het op en kijk, hij geeft zijn H+ niet af. En het volgende molecuul doet het ook niet. En als we dan nog eens een molecuul nemen, dan zien we dat er dan ineens wel eentje is die een H3O+ afgeeft. Maar als we er nog een paar bij tekenen, dan zien we dat de meeste HF-moleculen hun H+ niet afgeven. En dat komt omdat we hier te maken hebben met een zwak zuur. En het verschil tussen een zwak zuur, wat je hier ziet HF, en een sterk zuur, wat je links ziet HCl, is de reactiepeil. Want zoals je ziet hier bij dit zwakke zuur HF is dit een evenwichtspeil. En dat betekent dat niet alle HF-moleculen hun H+ afstaan aan het watermolecuul. Het gebeurt wel, maar lang niet allemaal. En voor de meeste oplossingen geldt, als je dat uitrekent, dat meer dan 90 en soms zelfs meer dan 99% van de HF-moleculen of van de zure moleculen hun H+-ion niet afgeven. En dat betekent dus dat je minder van die H3O+'en in de oplossing krijgt. En die bepaalde hoe zuur de oplossing is. Dus minder H3O+'en, een lagere concentratie betekent minder zuur. Dus een hogere pH. Het betekent ook iets voor de notatie van de oplossing. Zoutzuur is een oplossing van HCl. Maar een oplossing van HCl mag je niet op deze manier noteren. Dit is fout. Want kijk maar eens naar mijn tekening. Zie je daar nog moleculen HCl, een waterstof gekoppeld aan een Cl-molecuul of ion? Nee, alle deeltjes zijn geïoniseerd, zoals we dat noemen, omgezet in ionen. Dus HCl komt in de oplossing helemaal niet voor. Dus moet je de oplossing ook geïoniseerd opschrijven. Dus een notatie van zoutzuur, HCl-accu is dus fout, maar wel de gesplitste ionen. Als we nou naar het rechterplaatje kijken, ja, hier hebben we alle deeltjes die hier onder mijn reactievergelijking getekend heb, zijn ook in deze oplossing aanwezig. We hebben H3O+, we hebben F-min, we hebben HF en we hebben watermoleculen. Die heb ik hier niet getekend, maar die zijn er wel. Nu de notatie van de oplossing. Ja, aangezien alle deeltjes aanwezig zijn, ja, is dat een beetje lastig. We gaan een keuze maken. We gaan een keuze maken voor de meest voorkomende deeltjes in de oplossing. Zo gaan we de oplossing noteren. Nou, in dit geval is dus H3O+, AQ, plus
F-AQ is nu fout, want we gaan kiezen voor de meest voorkomende deeltjes. Nou zei ik net, meer dan 99% van die HF-moleculen wordt niet geïoniseerd. Ik heb, ja, als ik hier 99 moleculen teken, wordt het plaatje een beetje vol. Maar je snapt dus wel dat dit HF-molecuul het meest voorkomende deeltje is. En dus kiezen we hier voor HF-AQ. Dus je ziet dus dat er een verschil is tussen sterke zuren met een aflopende pijl en zwakke zuren met een evenwichtspijl. Twee verschillen. Ten eerste, bij een sterk zuur heb je, worden alle moleculen omgezet in H3+ ionen en in dit geval Cl-. En bij een zwak zuur is dat een evenwichtsreactie en worden niet alle moleculen omgezet. Meer dan 90 tot zelfs 99% wordt niet omgezet. En het tweede verschil is dus de notatie van de oplossing. Dan vraag je natuurlijk af, hoe weet je nu of een zuur sterk of zwak is? Nou, dat kan je vinden in je BINAS. Eerst even de definitie. Een sterk zuur, als je dat oplost, ioniseren alle zure deeltjes in een aflopende reactie. En hier zie je daar nog een keer een voorbeeld van. En bij een zwak zuur, ioniseren maar weinig van die deeltjes in een evenwichtsreactie. En in BINAS tabel 49 kun je vinden of een zuur sterk of zwak is. Wat hier nu staat, moet je natuurlijk even overnemen in je schrift. Dus zet het filmpje straks even pauze bij deze tijd en neem dat even over. Hier in BINAS tabel 49, daar zie je aan de linkerkant de zure deeltjes staan. En hier zie je H3O+, en alle deeltjes boven H3O+, dat zijn de sterke zuren. En alle deeltjes onder H3O+, zijn de zwakke zuren. Er staat ook een zuurconstante bij, dat is een evenwichtsconstante van dat evenwicht. En hoe lager in de lijst, hoe kleiner de constante, betekent hoe meer het evenwicht aan de linkerkant ligt. Daar kom ik in een ander filmpje nog eens op terug. Dus hoe zwakker het zuur. Dus hoe lager in de lijst, hoe zwakker het zuur. Hier zien we nog een keer een kleine samenvatting van zo'n tabel. Ik heb even wat tussenuit gehaald, want dan kun je het beter lezen. Dus als we bijvoorbeeld HCl nemen, als je dat oplost in water, dan ioniseert dat volledig in H3O+ plus Cl-. Dus de notatie is dan ook H3O+ AQ plus Cl-. AQ. Nemen we een zwak zuur, bijvoorbeeld HF, dan hebben we dus HF met H2O. En het verschil is nu dat we hier een evenwichtsreactie hebben. Krijgen we ook H3O+'en, maar veel minder. De meeste deeltjes worden niet omgezet en zijn gewoon HF-deeltjes opgelost. Dus de notatie is dan HFAQ. Nog een zwak voorbeeld, een voorbeeld van een zwak zuur, CH3COOH. Dat is azijnzuur. En dat wordt een beetje raar opgeschreven, COOH, maar dat komt door de structuurformule. Eigenlijk is dit ethaanzuur en dit is het haartje dat eraf kan. En die gaat dus met H2O reageren, dan gaat dat haartje naar H3O+, en dan krijg, of naar H2O, en dan krijgen we H3O+, en je krijgt CH3COO-. En je ziet dat azijnzuur staat onder H3O+, dus moet ik hier een evenwichtspijl van maken. En de notatie van de oplossing is dan ook CH3COOHAQ. Wat ik nog als tot slot even tegen je wil zeggen, is dat het ion dat je overhoudt nadat een haartje is afgestaan, noemen we een zuur rest ion. En de naam zegt het al, het is een ion en het is de rest van het zuur. HCl is het zuur, haartje gaat eraf, hou je de rest over, Cl-. Dat noemen we een zuurrestion. Goed, wat heb je tot nu toe geleerd? Het verschil tussen een sterk zuur en een zwak zuur en de notatie van de oplossing. En je hebt ook geleerd hoe je in BINAS tabel 49 kunt zien of een zuur sterk of zwak is. Wil je dit nou oefenen? Kijk dan op mijn website. Onder het kopje oefenen vind je extra oefenopgaven bij 5 VWO. Abonneer je voor mijn kanaal. Dankjewel voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.